U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekt veel bewolking over Nederland en slechts af en toe weet de zon een klein gaatje te vinden. Maar de nadruk ligt wel op af en toe, want in het algemeen zal bewolking wel de overhand houden. In het noorden van het land neemt de kans op neerslag als eerste wat toe. In de rest van het land blijft het vanochtend overwegend droog. Vanmiddag neemt de kans op regen geleidelijk verder toe, hoewel de meeste neerslag pas in de avond gaat vallen. Tot die tijd neemt de wind langzaam toe, naar krachtig langs de kust. Later zelfs hard, windkracht 7. En in de avond, als die neerslag overtrekt, kunnen er ook forse windvlagen optreden. De neerslag gaat in de loop van de avond weer verdwijnen, maar dan hebben we het wel pas over de tweede helft. In die tussentijd is het een graad of 13. Morgen wordt het 14 tot 16 graden. Vooral in de ochtend een paar buien. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog, als laatst ook in het oosten. En de zon schijnt dan geregeld bij een stevige westelijke wind. Dan gaan we naar zondag en die dag begint nog droog op veel plaatsen. Later op de dag neemt de kans op neerslag toe en zien we ook vrij veel wolkenvelden. Wel is het warm met 20 graden in het binnenland. Maandag en dinsdag weer wat lagere temperaturen en het blijft wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.